startnummers 1 tot en met 10 te water, alstublieft. Hoe bijzonder is deze wedstrijd nou? Heel erg bijzonder. Voor ons is die heel bijzonder. Hij is voor de roeiwereld heel bijzonder. Want het is niet alleen roeien, maar het is ook de drie andere disciplines. Schaatsen, hardlopen en rennen. Nou, de diversiteit, hè? Je moet van alles kunnen. Dus dat is ouder vooral spannend. Ja. Wat is uw zwakste onderdeel? Het roeien. Helaas. Nee, het is de bijzonderste wedstrijd van het jaar voor mij. Hè? Ik roei niet zoveel wedstrijden, maar als het even kan, de PVP, altijd mee. Nummer 7, ronden en achter nummer 6 aan, light pedal. Waarom is het hier nu mogelijk en in het verleden niet? Ruimte voor de rivier is het korte antwoord. We hadden hier een hank van 500 meter en nu is die een stuk groter geworden. En nu kunnen we genoeg afstand maken, genoeg lengte hebben om een echte roeiwedstrijd hier te organiseren. Top, ik ben jaloers op zo'n prachtig boothuis. Ja, dat is echt heel erg mooi. Ik ga hier wonen, denk ik eigenlijk. Kraan terug. Oh, ja. Ik sta nu nog eerste. Maar de vraag is of het straks zo blijft. Het is hartstikke leuk. Kijk maar rond.